nu allemaal bij elkaar harkt, hè, die eerste vier wedstrijden, voor jezelf. Mm-hmm. Dan is dat denk ik teleurstellend, want je wil altijd spelen. Ja, zeker weten. Voor mij is het teleurstellend ook dat ik niet zoveel minuten heb gemaakt, zeg maar. En de laatste wedstrijd tegen NEC, 60 minuten. En niet zo heel veel kansen gehad en niet zoveel aan de bal geweest, dus dat is wel jammer. Hoe komt dat? Hoe dat komt, ligt het aan jezelf? Ja, ook zeker. En ook de medespelers. Het ligt natuurlijk aan jezelf, maar ook aan je medespelers. Je moet wel de bal krijgen om iets te kunnen doen, zeg maar. Wat heb je dan niet goed gedaan? Misschien meer de bal opeisen, zeg maar. Die dingen allemaal. Dus, brutaler worden? Ja, dat is wel een ding, ja. Wordt daar veel over gesproken? Nee, dat niet. Maar voor mij is dat wel een ding om te doen, zeg maar. Want je komt natuurlijk van de Eredivisie, opleiding PSV, ja. RKC, Eredivisie dus gewend, ook met Heracles. Ja, dan wil je helemaal spelen. Ja, tuurlijk. Ik ben hier ook ingekomen om minuten te gaan maken, maar dat is tot nu toe nog niet echt uitgekomen. Wat had je in je hoofd? Welke positie? 10 of 9, zeg maar. Een beetje met Ralf. Dus, daaromheen? Ja. En dan komt Opoku? Ja. En dan denk je? Ja, jammer. Ja, hoe ik het nu zeg, jammer, maar voor mij doen is het wel irritant, zeg maar.